Dag, mijn naam is Vraag een functie met een sinusfunctie in je gegeven. Ja. Nu, eerst sinusfunctie, even dus uitleggen wat het allemaal waar het betekent. Ja, die een sinusfunctie zit. Ja. De D betekent verschuiving op de y-as. De C betekent verschuiving op de x-as. De B betekent periode als periode A is dus B, 2 pi letter A. En uw A is de amplitude. In dit geval hier ja, merk je dat de periode van hier tot hier 4 is. Ja, periode is dus 4. Dat betekent dat uw B van de functie, ja, die P, is gelijk aan 2 pi. Letter 4 of pi letter 2. De periode is p is pi letter 2. Dat is uw p. Uw a, merken, van een half tot een half, anderhalf tot anderhalf, is dus 1,5. Dus a is 1,5. Nu, dit is niet de sinusfunctie. Je merkt duidelijk, die functie, t is 0, dus geen verschuiving op de x, maar op de x-as is het verschoven. Namelijk, die functie, normaal gaat die zo naar boven, die is een pi verschoven. Als je goed merkt, die is pi verschoven, dus c is pi. Dat betekent dus dat de formule dus wordt, als je het uitrekent, zo tekenen, ja, dat je krijgt een half sinus pi letter 2 t plus pi. Of x. Dus een half sinus pi letter 2 x plus pi, wat antwoord c is. Dus een half sinus pi letter 2 x plus pi, antwoord c. Ja, dus als je goed kijkt in je lijst, zal het antwoord c zijn. Dank voor de aandacht. Bye bye.